Op de cover van de story is Marco Borsato te zien met een flinke buik. Hij lijkt met de dag meer op Peter Gillis, maar dan met haar. Gibbon den Aantrekker, hoofdredacteur van het blad, reageert hier in Shownieuws op. Marco ziet er tegenwoordig wel heel anders uit. Bij de foto van de veel te dikke Marco stond de zanger genietvol op. Guido vindt dat je het hele verhaal moet lezen, voordat je oordeelt. Wie zegt dat hij niet geniet? Daarom zeg ik ook, lees eerst het verhaal. Wat er aan de hand is, wij spreken Marco en ook Mari geregeld. Mari zei dat ze het met de kinderen erbij ontzettend gezellig hebben, ze koken veel samen. Hij is een half Italiaan qua eten en lekker koken. Wij hebben geen enkel bewijs dat hij zwaarmoedig of depressief is. Hij geniet gewoon volop van de situatie die er is. Op X zag ik zelfs vet Samin, maar met alle respect, behalve als je een afwijking hebt, dik zijn is een keuze. Sterren fotograferen we zoals ze zijn. Hij had spullen voor een barbecue in zijn handen, dus op dat moment is hij aan het genieten, aldus Guido. Hopelijk worden er geen kinderen uitgenodigd op de barbecue, dan zal het vast gezellig zijn. Al in september 2023 werd bekendgemaakt dat Marco vervolgd ging worden voor ontucht met een minderjarig meisje. In december 2021 deed een 22-jarige vrouw aangifte tegen hem. Sindsdien is Marco flink gaan eten. Ik snap wel dat er ophef ontstond, het is confronterend, want je ziet wel dat hij er iets anders uitziet dan 3 jaar geleden. Marco heeft zich in die tijd als een soort kluizenaar in een pentouse teruggetrokken, je ziet hem bijna nooit. Soms op zijn bootje of motor. Hij is minimaal 1 kilo of 15 aangekomen, gok ik.